Het gaat natuurlijk veel geld kosten, want gebiedsontwikkeling kost veel geld. Maar als je kijkt naar het stadion zelf, de stadionontwikkeling, dan zit hij op een stichtingskosten van ongeveer 360 miljoen euro. Maar er zijn heel veel gesprekken gevoerd met banken, met institutionele beleggers, met internationale partijen. En die hebben allemaal heel positief gereageerd op de investering, niet alleen op het stadion, maar de hele gebiedsontwikkeling. En er is een vraag door Feyenoord neergelegd bij de gemeente om te participeren in het eigen vermogen van het stadion. Om grond in te brengen tegen waarden, kanon, die gewoon marktconform zijn. En er wordt in de infrastructuur een investering gevraagd, maar die was al gereserveerd door de gemeente vooraf.